Suriname kan vanaf donderdag nu ook korte films aanbieden die op internationaal niveau zullen worden gepresenteerd. Shortcuts Suriname is deel van de overkoepelende organisatie Shortcuts Network met vestigingen in meer dan 20 landen. Initiatiefnemer in Suriname, Natasha Conrad, zegt dat met de start van dit platform de deur voor Surinamers naar een internationaal podium in de filmwereld is geopend. Nou kijk, ik heb het initiatief genomen om dit hier te beginnen, omdat er eigenlijk niet zoveel is op het gebied van filmindustrie in Suriname. En al helemaal niet Surinaamse films in het buitenland. Ik zeg, dit gaat ervoor zorgen dat Surinaamse filmmakers van short movies dus gezien worden door het buitenland. En niet alleen Nederland, maar ook Griekenland, Lissabon, ja. Filmmakers in Suriname krijgen vanaf februari tot en met maart de gelegenheid hun korte films op te sturen. Conrad zegt dat na een zorgvuldige selectie deze films op internationaal niveau gepresenteerd zullen worden. Wat het inhoudt is dat wij vanaf eind maart, dus eigenlijk vanaf begin februari tot eind maart, films gaan selecteren. Mensen kunnen filmpjes insturen. Kort 1 minuut, lang 15 minuten. Dus de kortste kan 1 minuut 30 seconden zijn, want het is een short movie. Maar maximaal 15 minuten. Die mogen ze dan naar Shortcuts Network Suriname sturen via Facebook, via whatever, e-mail. En ja, dan krijgen we eind van het jaar een fantastische gala. En dan kan heel Suriname, of in ieder geval Entertainment Suriname, kan gaan stemmen op de beste short movie van Suriname. Het natraject is de selectie van films om die vervolgens op te sturen naar het platform Shortcuts Network.